Goedemiddag allemaal. Nu gaan we aquarellen. Dus, wat houdt dat in? Dat ga ik u direct laten zien. Wat u nodig hebt, is heel veel stencils. Want ik kan namelijk niet tekenen, ik geef dat eerlijk toe. Dus dan moeten we een alternatief vinden en dan gaan we dus met stencils werken. Dus ja, dat zijn allemaal stenceltjes van op de beurs. Heel goede koop. Wat u zult misschien denken. Allemaal dat grief, dat kost toch heel veel geld. Maar ik heb dat natuurlijk niet allemaal op één dag gekocht. Dat gaat een beetje over een periode. Dus bijvoorbeeld dan de deze nog. Die heb ik u al eens laten zien in een ander videootje. Dat zijn dus van die sticky. En daar heb ik dus deze tekening mee gemaakt. Hier van onder. En dan daar van boven. Dus, en nu zelf een bloemetje maken. Dat kan ik wel. En dan heb ik ook nog met een stempeltje gewerkt en zo. Dat is dus ook met een stenceltje gedaan. Dat we dan weer van de action hebben. Dat zijn er vier voor. Dat was nog geen 79 cent. Is ook al jaren in mijn bezit, maar ik wist niet goed wat ik er moest mee doen. Dus dan zijn we er nu mee begonnen. En ik kan u verzekeren, aan deze tekening alleen heb ik 4 uur gewerkt. Dus 4 uur, natuurlijk eventjes mee onderbreken. Dus het is niet dat u eraan begint en dat dat op 1, 2, 3 af is. U zit daar dus werkelijk een tijdje aan. En dan zitten we ook een beetje met gemengde technieken waar ik wel een beetje favoriet van ben. Dus ik ga dan met dat zilverpotlood eerst werken. En dan ga ik daar met rood over. En wat krijgt u dan? U krijgt dan zo'n antieke kleur. Wat heel mooi is voor rozen. Dus die potloodjes die komen van de Emma. Dat is allemaal heel goede koop. Ik weet niet meer juist hoeveel dat was voor eentje. 95 cent. 95 cent, voilà. Dus ze kunnen allemaal niet versukkelen. En zo heb ik er dan een paar gekocht. Want ik heb nu al heel veel laten zien over hobby's. Maar deze boeit me toch uitermate hard. Wat je dan ook nodig hebt, is dus natuurlijk heel veel kleurtjes. Je kunt ook je kleurtjes mengen. Maar ja, dan wordt dat zo'n beetje gelijk hier op die doos. Dan moet je dan inderdaad de mama gaan proper maken. En u moet dan wel een beetje bekend zijn met hoe u dat juist moet mengen. Dus ik ben maar een amateurtje. Dus ik weet niet juist hoe ik al die kleuren moet mengen. Dus heb ik zoveel mogelijk kleurtjes. Dat zijn er ook nog 45. Dat zijn er 12. En 12 is 24. En hier zitten er dan ook nog 2, 4, 6, 8 op. 8 16. En 8 is 16. Dus daar kunt u dan wel mee voort. En dat kost maar een euro. In een euroshop. Dus daar hoeft u het niet voor te laten. En wat dan, ja, dus de sabloontjes betreft,
Die heb ik dan ook allemaal van de Caroline Airbrush. Heel veel. Dus mooie vlinders. Noem maar op. Dus ja. Deze is dus een beetje gemaakt op zijn tropisch, zal ik zeggen. Dus met palmboompjes en dan een danseresje. Gelijk je ziet, hieronder dan een mooie bloem ook. Allemaal met sablonen gedaan. Dus ja, ik vind het een heel mooie techniek. Wat ik nog wil zeggen is, als je met sabloontjes werkt, werkt dan niet te nat. Want anders zou dat onder je sabloon kunnen lopen. Ik zal eens even eentje laten zien. Dus dat is je sabloontje. En u wilt dat bijvoorbeeld schilderen. Ik heb nu even, ja, ik kan dat nu niet doen, want mijn tekening is af. En je legt dat erop. U maakt dat dan ook altijd even vast met een pakpuntje. Dat u dus gerust kunt schilderen. Dat dat niet kan verschuiven. En dan werkt u dus met een half droge borstel zo. Dus ja, u pakt u een beetje, dipt een beetje water. U maakt hem natuurlijk eerst proper, altijd een servietje in de hand. En u hoeft dat niet direct te verwisselen, want daar ben ik al een hele dag mee bezig. En dan kunt u gemakkelijk nog altijd uw borsteltje aan afkuisen. En dan werkt u dus niet te nat, dat dat er niet kan onderlopen. Ziet u? En ik heb daar dus geen probleem mee, als u ziet. Dat is allemaal met zulke sabloontjes gedaan. En dat is dus, ja, half nat. En als het dan droog is, bijvoorbeeld gelijk op die stam hier, dan kunt u naderhand wat details aanbrengen. Dus, hè, om het een beetje meer te laten lijken op een echte palmboom, brengt u dan wat details in met wat donkerder bruin. En ja, ik vind het heel boeiend om dat te doen. En als u heel veel sabloontjes hebt en aquarelpapier, dan kunt u verder en een paar borstels, zo gelijk deze. Ziet u, dus een platte, een lange en zo een beetje een afgevlakte. En dan kunt u zo wat langs de zijkant werken ook. En als u zo een paar borsteltjes hebt, en u hebt dan zo wat kleurtjes, en dan kunt u daar echt mooie dingen mee maken, zo gelijk u ziet. Dus ja, ik hoop dat u dat inspireert om dat ook eens te doen. Duim op nog. Dag!